Zlatan gaat over een tienermeisje dat moest vluchten voor de oorlog in Oekraïne, samen met haar mama en haar kleine broertje. Zlatan is een beetje losgerukt van haar vertrouwde context en werd in een nieuwe context geplaatst, de Belgische, Gentse context, en moest plots nieuwe vrienden maken, een nieuwe taal leren. Fascineerde mij enorm en integreerde mij om te zien hoe dat in zijn werking gaat bij een persoon van die leeftijd. How to find a way? Okay. No, I think that way. Zlatan is bij mij terechtgekomen, bij mij thuis. Dus we hebben dat gezin voor 10 dagen lang opgevangen. En zo hebben we elkaar leren kennen. Heb ik dus eigenlijk van dichtbij meegemaakt wat het eigenlijk is om in een nieuw land terecht te komen. Ik werd enorm verwelkomd met mijn camera. Dat is niet altijd gemakkelijk in het begin om daar te gaan staan met een camera. Zij stonden daar enorm voor open, maar we hadden ook al een beetje een band. Met Zlatan zelf was het een iets grotere uitdaging om dichter bij haar te kunnen komen. Zij verstopt zich liever en dat interesseert mij enorm, maar dat is natuurlijk ook een uitdaging om dan dicht bij haar te komen. En dat heeft echt heel veel tijd gekost om een soort van dialoog te ontwikkelen met haar. Dat was bijzonder interessant. Do you smile a lot? What? Do you smile a lot? No. Okay, I'm not gonna give you a smile then. Ik gaf soms kleine opmerkingen tijdens het draaien, tijdens de opnames van Zlatan. Kun je misschien dit doen? Kun je misschien teken misschien even die poes opnieuw, zodat ik het kan zien? Ik probeer de werkelijkheid ook een beetje mee vorm te geven. De scène in het bed, waarin Zlatan haar mama vraagt van kunnen we niet terug naar Oekraïne en waarom zitten wij hier? En dat ze praten over de oorlog daar. Dat is een scène die is ontstaan als een reconstructie. Daar hebben we eerst over gepraat met Zlatan en met haar mama. Dus we hebben samen wel gewerkt aan het overbrengen van een bepaalde inhoud en een bepaald gevoel. Dus dat was ook voor mij een manier om hen de ruimte te geven om iets te geven van zichzelf. Ze wilden dat ook enorm. Ze wilden ook aan de wereld tonen wat dat ze hebben doorstaan en hoe dat het is om in een nieuw land terecht te komen.